Dag iedereen, ik ben Quinten en vandaag breng ik jullie Schmon tegen Sebastian voor ronde 5 van de Poképlay Invitational. Dus voordat we gaan beginnen, kijken we dus altijd naar die type matchups. Heel interessant, kunnen we heel veel uit leren natuurlijk. We zien dat Simon voor Dark Poison gekozen heeft en Sebastian voor Dragon Fighting. Dark Poison, zeer interessante keuze. Dus de Drapion typing, de Skunk Tank typing. We zien gevaarlijke Pokémon in Dark zoals Hydreigon en Weavile en Moltres Galar. Heeft ook de screensetter Grimmsnarl die al meerdere keren heeft meegebracht dit toernooi. Zeer goede keuze, zeker met die Moltres. Ook Tyranitar, zeer goede Pokémon, is een van de top 10 Pokémon aller tijden, wordt hij toch wel gezien. Dan is er Poison Typing met OG Gengar als toch wel een van de meest gevaarlijke Pokémon in dit format. En we hebben dan ook nieuwe staple Toxapex. Zijn toch wel de twee keystones van Poison. Dan zijn er natuurlijk ook nog andere Pokémon zoals Amoongus, Weezing, Weezing Galar zelf. Natuurlijk hebben we dan ook Drapion enzovoort. Dus Toxicroak, keuze genoeg, veel Poison types. Dragon heeft ook goede Pokémon natuurlijk. We kennen ze allemaal wel. Dragonite, Latios, Latias, ook Hydreigon, Kyurem, Garchomp, enzovoort, enzovoort. We kennen Dragon Typing. Drie weaknesses, liever. Geen daarvan is een van de typings van Shmon. Fighting kennen we ook natuurlijk. We kennen Machamp. Niet zo'n goede Pokémon, aangezien er Conkeldurr is. Maar we hebben dan ook heel mooie coverage met Hawlucha, Gallade, enzovoort. Dus twee goede offensive typings langs de kant van Sebastian. Met toch wel de respectable bulk in sommige Pokémon. We hebben Goodra, die echt toch wel defensive is. Latias ook. Langs de fighting kant is Conkeldurr een vrij bulky Pokémon. Maar ook Cobellion, zeker met de steel typing. Met de typings tegenover elkaar staan, denk ik dat Sebastian licht in het voordeel is. Omdat de Dragon Resists vrij beperkt zijn. We hebben bij Poison niet meteen iets relevant. Hebben we Poison Steel types? Denk het niet, jammer genoeg. En bij Dark hebben we Bisharp als resist, dus ik denk dat Simon voor een meer offensive route gaat gaan. Fighting heeft ofwel een heel goede matchup tegen Dark, tenzij dat hij de Dark Ghost types meepakt. Of tegen Poison heeft hij dan een slechtere matchup aangezien dat de steps er niet meteen doorgaan. Ja, ik denk het lichte voordeel van Sebastian zal in zijn voordeel spelen, maar ik denk niet dat dit een reden is om Simon uit te tellen, Theo, al. Want Simon is al geplaatst momenteel. Sebastian is ook al geplaatst, dus ze kunnen beide ook het iets rustiger aannemen. Misschien moesten ze elkaar in de finale of halve finale tegenkomen. En voor de rest, nou, denk ik dat het interessanter is om de battles voor zich te laten spreken. En we zien hier in game 1 dat Simon voor Dark gekozen heeft, terwijl Sebastian voor Fighting gekozen heeft. Dus meteen de type matchup voor Sebastian. We zien dan toch wel de Grimmsnarl, die zelf met de Fairy typing, die ik even vergeten was, voor Dragon, te kunnen checken. Of veel screens, maar misschien kan hij ook een bulk-up set zijn die hier wel heel goed zou zijn. Maar dan nog screens met Spirit Break, lijkt mij ook goed. We zien Weavile, Moltres Galar, Hydreigon, Sharpedo en Crocodile. Dus zoals ik al zei in de preview, dat we toch wel een offensive team zien. Moltres Galar zal waarschijnlijk de main attacker worden, omdat hij toch wel heeft toegang tot flying type moves. En de enige deftige resist is Cobellion op het team van Sebastian. Dus ik denk dat het gaat afhangen van hoe goed dat team van Simon Bolt. Gaat hij niet te snel uit momentum geraken? Gaat hij te weinig resources hebben om de game te verslaan? Zo, kijken langs de kant van Sebastian. Zien we natuurlijk Conkeldurr, die heel gevaarlijk is met Drain Punch Facade. Of gewoon Close Combat Mach Punch. Kan Guts zijn, kan Choice Band zijn, kan redelijk wat zijn. Ik denk dat er geen enkele slechte Conkeldurr set is. Keldeo en Cobellion met hun speed hier zijn heel gevaarlijk. Zeker omdat ze kunnen inswitchen op de Weavile. En ook geen problemen ondervinden met Sharpedo. Gallade zal voornamelijk op het team zitten voor de,
voor de poison typing, maar zal dus waarschijnlijk als sec gebruikt worden, aangezien er geen reden is om die te gebruiken hier. We zien dan ook Komo, die kan defensive zijn met Steltrock, Dragontail, Toxic. Of die kan ook de Klangerous Soul offensive set zijn. En dan tenslotte hebben we nog Lucario. Heeft redelijk wat offensive priority moves in Vacuum Wave, Bullet Punch, Extreme Speed en kan zowel Sword en de Snasty Plot. Op dit team kan die special spelen, aangezien er waarschijnlijk enkel Keldeo is als special attacker, maar er is niets mis mee tegen Simons en Typings om een vijfde offensive, een physical offensive mode te gebruiken. We gaan beginnen, we zien de lead matchups, we zien een lead Sharpedo, waarschijnlijk een focus headshot naar Destiny Bond en Cobalion, mogelijk voor te steltrokken, ja. Hier is een steltrok, we zien Psychic Fangs, de 20%, we zien niet genoeg damage, wordt al mee. Krijgen wel de speed boost, zoals verwacht. Tweede Psychic Fangs, dat speed dus wel, en Thunder Wave. Deze Thunder Wave zal uitmaken aangezien Cobalion nu sneller gaat zijn. Burst 3. Gaat voor Volt Switch, killt de Sharpedo niet. Heeft Simon een... Wat heeft Simon gedaan als move? Gaat nog eens voor Psychic Fangs, doet 44% upgrade. Goeie switch om naar de andere neutrality te gaan. Ah, de Paralyze op Simon, heel jammer. En hier komt dan een screen van een Glade. Simon krijgt de derde speedboost, is sneller, krijgt Psychic Fangs af, kan zo reflect breken. En we zien Light Screen van Glade. Ik denk dat misschien Spockels deze mechanic vergeten is. Krijgt nu ook een Paralyze. Niet zo erg aangezien er reflect afkomt. Simon kan dus wel weer voor Psychic Fangs gaan. Ja, krijgt die Psychic Fangs nu af en de Glade gaat neer terwijl de screens verdwijnen. Over het algemeen was dit een goede matchup voor Simon om die zo te kunnen. We zien Special Lucario uitkomen met een Vacuum Wave. Oké, zoals ik dus eerder aanhaalde dat dit een special set kon zijn. Crocodile komt uit. Mogelijke Choice Scarf met Earthquake. We zien Earthquake 42%, geen Choice Band damage, dus ik vermoed wel dat dit Choice Scarf zal zijn. Nog een Earthquake komt uit op Conkeldurr. Natuurlijk heeft Simon niet echt een switch in dat hij kan gebruiken tegen Conkeldurr. Zeker met die leftovers. Het toont waarschijnlijk een bulky set. Max HP, max attack. Aangezien er niet veel reden is om speed te spelen. Grimmsnarl komt uit. Zal voor bulk-up gaan. Interessant. Conkeldurr matcht deze bulk-up met zijn bulk-up. En ik denk dat er op dit moment Grimmsnarl wel voordeel zal uithalen met de Spirit Break, super effective damage. Drain Punch komt uit, doet toch nog altijd 42%. Conkeldurr is echt ongelooflijk sterk. Simon gaat hier moeten aanvallen of hij gaat geen nut hebben van de Grimmsnarl. We zien 99%. Oh, net geen kill, dit kan mogelijk een rol zijn. En we zien nog een Drain Punch. Macht Punch zal niet killen aan de Drain Punch damage te zien. En we zien een rest uitkomen van Grimmsnarl. Heel interessant. Hier komt een Macht Punch. 23%. Dat is niet gekilled, zoals ik eerder had gezegd. Maar Grimmsnarl zal hier beter uitkomen als de Sleep Talk goed valt. Sleep Talk komt uit. Krijgen we een Spirit Break te zien? Ja, we krijgen een Spirit Break te zien. Nu is er wel natuurlijk een probleem met Lucario die kan Flash Cannon klikken. Geen Lucario. We zien nog een Sleep Talk uitkomen. Krijgt hij de... Nee, krijgt deze keer niet de juiste move. Krijg je Bulk Up te zien. Flash Cannon van Cobellion komt uit. 56%. Slimme keuze van Simon om zo Sleep Talk, om zo de speedstat van Grimmsnarl te vermijden. Gaan we nog eens resten. Hopelijk krijgt hij nu wel een Spirit Break. Want anders gaat hij een Cobellion Grimmsnarl neerhalen. Krijgen een nieuwe Flash Cannon en de rest. Sleeptal komt. En we krijgen... En de rest, helaas, Grimmsnarl gaat neer. Wat zijn de opties nu voor Simon? Deze Cobalion heeft Thunder Wave getoond en Volt Switch. We weten dat voor Moltres het een probleem kan zijn als hij zijn speed verliest. Dus op een of andere manier moet Simon eigenlijk veilig kunnen ofwel agility doen, ofwel... Ja, ik denk dat veilig agility kunnen doen en eventueel een nasty plot het grootste probleem zou zijn. Ik denk niet dat Choice Band Low Kick de kill zal halen op Cobalion van Weavile. En dan scheelt er enkel nog. Rest er enkel nog Hydreigon. We zien wel geen close combat op Cobalion. Dus een Draco Meteor of een
Fire Blast kan altijd komen. Dat zal ook weer iets te Prediction Reliant zijn. Moet ook opletten van de Thunder Wave, omdat dit op lange termijn wel een probleem kan zijn. Cobellion krijgt weer Leftover, staat weer op een goede procent. Hydreigon komt in, krijgt Dragon Breath af, is Choice Scarf Dragon Breath. Geen Paralyze, jammer genoeg. Flash Cannon crit 42% op Hydreigon. Of dit is gewoon een bulky Cobellion, niet per se. Niet per se Max Speed of Scarf Hydreigon. Krijgt dus effectief de Paralyze op de Volt Switch. Zien we nog eens een Dragon Breath, 72%, een nieuwe Paralyze. En Flip Paralyze, dus geen Clang Soul, geen Close Combat, geen Body Press. En Komo gaat dus neer, helaas van de sec. Keldeo ziet er wel heel gevaarlijk uit. Lucario ziet er ook heel gevaarlijk uit. We weten nog altijd niet wat de set is. We zien Vacuum Wave. Dus hier lijkt het een moment dat Simon zou kunnen boosten met Ultra Zeller. Boots worden hier gevealed. Vacuum Wave doet 24%, ideaal. Agility, top. Dus als hij Nastyplot heeft, gaat hij dat moeten gebruiken om Cobellion te kunnen killen, moet ik. Of hij gaat rechtstreeks voor de Air Slash op de Switch. En 40% is meer dan genoeg voor de two-shot. En Keldeo zal neergaan en nu is de vraag of Lucario genoeg power heeft om te kunnen killen. Flash Cannon komt uit, killt jammer genoeg niet. Hier gaat hij moeten switchen dan. Ja, hij maakt de switch naar Keldeo. Simon predict niet, speelt op safe, gaat voor Air Slash. En nu is de vraag, killt Lucario met de Vacuum Wave. Dit kan een rol zijn. Het is geen rol. Het is mogelijk geen rol, maar haalt de kill wel. En Weavile komt uit, we zien de pressure, we zien Heavy Duty Boots. Dit wil zeggen dat Vacuum Wave de kill haalt. Dit is 1-0 voor Sebastian, hij had de type matchup mee, maar Simon heeft zich heel goed verweerd. Het was heel spannend tot op het einde. De switch van Lucario toont dus wel dat het choice was. En het is dus zeker geen slechte keuze geweest van hem om te switchen, anders had hij de game verloren. We gaan meteen naar game 2. We zien dat Sebastian hetzelfde team heeft gekozen. Simon heeft geopteerd voor de poison. Slimme keuze van Simon om naar de poison typing te gaan, aangezien Sebastian zich waarschijnlijk wel veiliger voelt met zijn huidig team. We zien Nihilego, Toxapex, Gengar, Galarweezing, Tentacruel en Nidoking. Zoals eerder vermeld zijn Toxapex en Gengar wel de gevaarlijkste Pokémon op de defensive en de offensive side. Nihilego kan heel goed zijn in deze matchup. Kan waarschijnlijk ook gewoon met eventueel Pain Split toch wel van die bulky Pokémon zoals Kunkeldurr en Komo HP afhalen. Sludge Wave is altijd een interessante keuze. Kan ook gewoon een Spike set zijn of een Toxic Spike set liever. Om zo Toxic Spikes op te gooien tegen die eerste vier Pokémon. Overal gaat hij met Rock niet te veel doen, dat is dus als de Meteor Beam set is. Zal dit waarschijnlijk meer als een sec gebruikt worden. Toxapex walt Keldeo tot in de oneindigheid. Kan tegen non-guts Kunkeldurr ook wel een hele poos blijven zitten. Een Choice Locked Lucario is ook geen probleem. En als de combo defensive is, wordt hij gewalt. En als hij offensive is, kan hij geheest worden. Dus ik denk dat Toxapex de long-term wincon is voor Simon. De short-term wincon hebben we dan Gengar. Kan shadowballen op alles. Moet wel opletten van de bulletproof op Komo. En Nidoking is er ook natuurlijk altijd. Kan live op zijn kantje scorf zijn. Heeft wel vooral als iets. Ofwel is het Earth Power, ofwel is het Flamethrower. Ofwel is het Ice Beam. Dus Tentacruel, Galar, Weezing zijn gewoon support Pokémon. Voor de rest valt er niet veel te zeggen. Wincon van Sebastian lijkt mij hier toch wel Kunkeldurr plus screens op krijgen voor dan de bulk-up eventueel. En hopen dat die Toxapex geen heet is. Maar ik denk dat het voor zijn team heel moeilijk is om door Toxapex te breken. En naast die plot, Kunkeldurr had wel. Lucario had wel kunnen helpen. Toxapex komt uit op de Keldeo die Nidoking wegjaagt. Zie gewoon een Scald, 17%. Iets wat Toxapex niet meer heel uitmaakt. Kan zelf voor Scald gaan, maakt wel de dubbel switch naar Nidoking.
En we zien Scarf Earth waar we uitkomen van Nidoking. Mogelijk dus een Choice Specs Lucario gezien. En Lucario gaat dus neer. Moeilijkste probleem, grootste probleem voor Simon is dus de deur uit. Hier zien we dus de Offensive Combo set. Klangerous Soul neemt van zijn eigen damage. Plus met de Toadspray, dus maal 2 attack. Maar jammer genoeg niet snel genoeg. Is dit een Speedtie? Dit zal waarschijnlijk de Speedtie geweest zijn. Tenzij dat Sebastian voor modus gekozen heeft. En dan zou het een heel jammer zijn. Om zo neer te gaan. Glade komt uit, neemt de Earthpower zonder problemen. Krijgt Lightscreen op. Zijn headbutt op de switch naar Galarwheezing, 40%. Via aanval, Galarwheezing heeft dus geen Neutralizing Gust, geen Misty Terrain, dus is gewoon Levitate. Heeft een tweede en kan Will-O-Wispen, dus hierdoor wordt dus zijn headbutt een rol zelf. Riskeert die rol niet, gaat naar Tentacruel op de miss, jammer genoeg. Maar over het algemeen zal die toch niet veel hebben gedaan. Tentacruel blijft in terwijl Glade op Reflect klikt. We zien een Rapid Spin, dus Tentacruel zal nu die Glade outspeeden. Wat dat toch wel heel interessant kan zijn op lange termijn. En we zien een Substitute, dus zien wij een... Oeh, zien wij een Swords and Tentacruel? Teleport komt uit van Glade naar Conkeldurr. Wil zoveel mogelijk gebruik maken van die screens. En dus de knock-off komt op een Conkeldurr die natuurlijk voor Bulkup gaat hier. De Tentacruel heeft ook knock-off getoond, dus ik vermoed niet dat we Swords zien in de laatste move. Mogelijk zien we wel Scald voor de Beuren. Moet wel oppassen als dit Guts is, dat dit ook gewoon in zijn nadeel werkt. De laatste move van Tentacruel is Ice Beam. Zeer goede keuze voor die combo of voor gewoon alle Dragon types als hij voor Dragon gaat. En dan krijgen we dus een beetje een iets tragere match. De versnellen dit, Ice Beam komt, High Horsepower is de keuze voor Tentacruel te raken. Goede coverage. Zeker als er volledig Ghost, Poison Team voor je neus staat. Ice Beam komt uit, High Horsepower had kunnen killen. High Horsepower mist nu. Waardoor Magpunch net de kill niet gaat halen, waardoor Tentacruel de 1v1 wint. Beetje ongeluk langs de kant van Sebastiaan. En we zien Glade uitkomen, krijgt Light Clay genokt. En zijn headbutt killt Tentacruel. Nu is het tijd voor Gengar of Nidoking om de game te cleanen. Nidoking komt uit, Earthpower, Glade dood, Kelio komt uit. Kan een hit leven, die is vrij bulky van nature uit. De Hydro Pump komt, Toxapex. En Toxapex neemt deze hit, Scald voor 9%, geen beuren. Maar de forfeit komt uit omdat Sebastian weet en ook zelf aangegeven heeft dat hij Keldeo met Keldeo en Cobalion Toxapex niet kan breken. Ja, deze game hebben we Gengar niet gezien, Heliego niet gezien wat dat te begrijpen was. Ik denk gewoon dat er op lange termijn niet veel was dat Sebastian kon doen, omdat zonder de Conkeldurr er geen reden, geen manier was om de Toxapex te breken. Dus vanaf wanneer dat die neerging, was het eigenlijk gedaan. We gaan ook gewoon meteen door naar de derde game. En we zien hier dat Sebastian voor Dragon gekozen heeft, terwijl Simon voor zijn Poison Team blijft. Op het Poison Team is er dus weer de wincon Gengar en Nidoking. En defensively zal Toxapex het eigenlijk iets minder doen, aangezien we Garchomp hebben en Zygarde en Kyurem en Latias. Dus eigenlijk zal Toxapex eerder een defensive pivot worden en hopen met Regenerator af en toe nog eens een extra hit te kunnen nemen. En Sebastian zijn wincons, die zullen hoogstwaarschijnlijk de Garchomp of Zygarde zijn, ofwel de Latias. En ja, ik denk dat hij gewoon full on offensive, dat elke Pokémon op zijn team een offensive set is. Latias, hoogstwaarschijnlijk een soort power set, ofwel light clay set. Duraludon, zie ik al Live Orb of Choice Specs zijn. En Kyurem, ja, die heeft geen defensive sets momenteel. Dus ik vermoed, ofwel is hij gewoon Choice Specs, ofwel is hij Dragon Dance. We gaan kijken naar onze lead matchups. We zien Nidoking uitkomen, die was dus, zoals eerder geweten, Choice Card. Duraludon komt uit. Moet switchen, want weet dat hij hier niet op hem blijft. Simon speelt voor de Ice Beam 48%. Dit kan mogelijk een rol zijn.
die 44%, dus ik krijg weer een iets lagere rol. En we zien een lightscreen uitkomen van Latias. Gaat naar Duraludon, wil die Latias houden en eventueel Choice Scarf met Healing Witch of wil gewoon Healing Witch afkrijgen op hem. Toxapex bijvoorbeeld, Tentacruel komt uit, we zien de Stealth Rock uitkomen van Duraludon. Tentacruel kan wel gewoon weer Rapid Spin uit, op lange termijn is dit geen probleem. Hij heeft ook Ice Beam gereveeld, dus kan gevaarlijk worden. We zien Substitute op Dragon Dance. Goed voor de lightscreen te stallen. Geen Protect. Zien we een nieuwe Substitute? Geen nieuwe Substitute. We zien Ice Beam net de kill niet halen. Dat is jammer. En Zygarde 10% is nu ook sneller dan Tentacruel, dus kan gewoon die kill halen. Wat is het antwoord van Simon op deze Zygarde? We zien Weezing uitkomen met Levitate. Kan één hit nemen. Ja. En moet nu de hit zijn move raken. Strange Team is de keuze. En Zygarde gaat neer. Maar nu hebben we natuurlijk nog vijf andere dragons die een probleem kunnen zijn. Kyurem komt uit. Benieuwd welke set dat dit is. De pivot naar Toxapex was een optie. Maar ik denk dat dit gewoon enkel een slechte play was. Omdat het iets defensief was. Nihilego komt uit. We zien de Duraludon switchen op de Meteor Beam, inderdaad. Plus 1, Power Herb activate, kilt de Duraludon. Die is eigenlijk niet zo bulky als hij eruit ziet. En we zien de Speed Boost. Dit kan meteen een probleem zijn. We zien Garchomp uitkomen. Dazzling Gleam haalt de kill niet op Garchomp. Pseudo-legendary met heel veel natuurlijke bul. En Earthquake komt. Kilt een Hilego. Nu zien we Gengar. Is het een offensive Gengar? Is het een subganger? Nee, geen subganger. We zien Shadow Ball op de combo met Bulletproof. En de Toxapex switch wordt gemaakt voor de Clangorous Soul. Die een substitute ook van combo. Dus die gaat nu... Oh, het is een andere. Het is een Bellydrum combo met Salakberry. Simon moet Haze revealen om die te kunnen winnen. Het is een Icy Wind, geen Haze. Jammer. En Outrage. Ja, ik denk dat dit gedaan is. Nidoking komt uit, moet de Speedtie winnen, of dit is Adamant, wint de Speedtie, krijgt Outrage opnieuw. En dan denk ik niet dat er een move is dat kan winnen, want Kyurem staat nu op 100% en die heeft genoeg HP om elke keer te kunnen nemen. Sludge Wave komt, dus één kill voor Gengar, een tweede kill voor Gengar zal er niet in zitten, aangezien Kyurem dit leeft zonder problemen. 45% Earth Power en dat is de set. Dit was heel moeilijk voor Simon in het algemeen. Ik denk dat als hij in het begin misschien die lightscreen had proberen stalen met Tentacruel om dan de kill te kunnen halen met Ice Beam. Nee, had dat gewerkt? Ja, want hij stond altijd op een substitute. Ja. En zolang dat hij de substitute niet breekt, heeft hij altijd een extra beurt leftovers. En heeft twee extra beurten leftovers nodig. Voor OC Dragon Dance. Dan kan hij een substitute extra afvuren. En dan kan hij gekilled worden. Hij had Weezing op hogere procent gestaan. Hij had Outrage niet Ja. Ik denk dat dat de enige play was. Maar op het einde van de rit denk ik dat misschien de late jas kon Healing Witch naar Garchomp en dan had het misschien nog altijd niet genoeg geweest. Kon ook de combo misschien geheeld hebben en dan zaten we terug bij een nieuwe Bellydrum misschien. Haze op Toxapex had ook interessant geweest. Voor de rest, ja, goed gespeeld van beide spelers natuurlijk. Niet veel fouten gezien over de hele set heen. Alleen jammer voor Simon, maar beide zijn ze door naar de top 8 en hopelijk hebben ze daar ook nog wat meer plezier en spelen ze tot misschien zelf een rematch in een van de rondes. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk zie ik jullie later.